hier houdt het fietspad op. Dan kijk ik even of er geen verkeer aankomt, want het zijn verkeerslichten die houden alles tegen. Nou, dat kan even, dus dan steek ik maar zo over. Echt prettig is het niet. Al maanden bestaan er bij buurtbewoners en de Fietsersbond zorgen over dit stukje Prins Hendrikkade in het centrum. In mails die in het bezit zijn van AT5 is te zien dat ze aan de bel trokken bij de gemeente. Afgelopen dinsdag vond er desondanks een ernstig ongeval plaats. Een fietser raakte zwaargewond bij een aanrijding met een bus. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, maar in de buurt wordt gevreesd dat het met de verkeerssituatie te maken heeft en dat het nog vaker fout zal gaan. Ik zie hier zo vaak ook vertwijfelde toeristen staan. Die komen dan van Nemo aan fietsen en die weten niet wat ze hier moeten. Nou ja, die denken, nou ja, we zullen wel de rijbaan op moeten en dat doen ze dan. Bussen, auto's, brommers, eigenlijk alles rijdt hier echt als een gek. Echt, Max Verstappen zou er jaloers op zijn hoe hard ze rijden. Echt als een idioot. En dit geven we al maanden aan en er is echt niks gebeurd. Er is hier geen echt goede plek. Ja, maar dit is gevaarlijk toch, wat zij doen? Ja, hartstikke gevaarlijk. Hartstikke gevaarlijk. Ja, want ook die bussen hier, die nemen enorm snelheid. Volgens dit bord mag er dus eigenlijk niet gefietst worden. Het lijkt de bedoeling dat fietsers omkeren en terugrijden naar de kruising bij de Eitunnel. Maar de Fietsersbond begrijpt dat lang niet iedereen terugfietst. En daar word je dan geacht over te steken na een minuut gewacht te hebben. En een minuut op een mensenleven is heel kort, maar een minuut op een klein fietstochtje wat je dagelijks doet is heel veel. Buurtbewoners willen dat de maximumsnelheid naar 30 km per uur gaat en dat het aantal bussen en auto's omlaag gaat of dat ze zelfs helemaal geweerd worden. Eerder beloofde de gemeente dat de straat op termijn een groene boulevard zou worden. Nou, daar wachten we al nog op, al een jaartje of 10. Dus ik weet niet zo goed, het is natuurlijk gewoon een lastige plek. Het is een lastige plek. Maar ja, daar zijn hele slimme mensen, hoop ik, voor. Van die urbanisten en van die planologen. Misschien is er iets op bedenken. Verkeerswethouder Melanie van der Horst erkende deze week in een vergadering in de Stopera dat er in zijn algemeenheid vaak te hard gereden wordt. De maximumsnelheid wordt in de toekomst verlaagd naar 30 km per uur. Maar de gemeente onderzoekt of er in de tussentijd maatregelen genomen kunnen worden om te zorgen dat er niet al harder dan 50 gereden wordt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om borden met smileys.